Oeps. Verleden week hebben we gesproken over. Wel, eigenlijk zijn we bezig met de gaven van de geest. En ik ben het aan het opbouwen, want zoals ik heb gezegd, het is belangrijk voor onze gemeente om ook daarin te groeien. Maar om de gaven te hebben, ik weet dat mensen sommige kerken en sommige mensen geloven dat je bidt er gewoon om en het komt gewoon. Maar er zijn ook dingen die je moet doen. Niet waar? Iemand heeft eens gezegd, je kan meer doen dan bidden nadat je hebt gebeden, maar je kan niet meer doen dan bidden totdat je hebt gebeden. Niet waar? Oké. En het punt is dat we bidden heel vaak en dan zeggen je, maar gebeurt niets. Niet waar? En ik weet dat we zeggen, er gebeurt niets. Maar eerlijk gezegd, gebeurt heel wat. Er gebeurt heel wat. Als je bidt voor je broer of je zus of je vader of je zoon of je kleinkind of zo voort, de Heer begint direct te werken. Zij houden hem tegen. Ja, maar Heer heeft niets gedaan. Ik bid al zo lang voor mijn broer. Zij houden hem tegen. Hij begint direct te werken. Want hij zegt zelf dat we voor de verloren moeten bidden. Denk je dat hij dan niet gaat horen? Toch? Maar hij blijft aan zijn werken. En we zijn verleden keer gehad en we hebben gezien dat het belangrijkste onderdeel van ons als lichaam van Christus is liefde. Dat is het bloed van het lichaam van Christus. Liefde. Ongeveinsde liefde. Okay? Je mag het zeggen, je mag het doen, maar als je het niet hier hebt en niet hier hebt, lieg je. Jij kan liegen tegen jezelf, man. Je kan niet liegen tegen de Heer. En je kan liegen tegen de mensen, maar je kan niet liegen tegen de Heer. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid vanmorgen en ik dank u voor die mooie getuigenis en ik bid Vader God dat u ook tot ons hart spreekt. Maar we bidden voor onze kinderen. Onze kinderen, Vader God, onze kinderen. We kennen deze wereld. We zien hoe deze wereld echt drastisch is aan het veranderen. En we zien ook onze kinderen vaak niets anders kennen en meegetrokken worden. Maar wij vragen, Heer Jezus, dat u hen beschermt, dat u hen trekt. Want zij zijn onze volgende generatie als u talmt. Als u niet gauw terugkomt. Maar wij vragen dat u ons sterkt hierin. Help ons om een voorbeeld te zijn. Help ons om een voorbeeld te zijn. Vraag dat in Jezus naam. Amen. We gaan naar 2 Johannes kijken. 2 Johannes. Johannes wordt ook de liefdesapostel genoemd. En 2 Johannes is maar één hoofdstuk. Wel niet één. Dus een hele korte brief die hij schreef. En dus we lezen vanaf vers 4 tot en met 6. Ja, 2 Johannes wandeling. Dus we hebben, om eventjes alles weer netjes op elkaar te zetten. We hebben gezien, hij heeft gezegd, in hoofdstuk 12 zegt hij van 1 Korintiërs, alle gaven zijn van de geest, het komt door één geest, al die gaven, en de geest geeft zoals hij dat wil, dan zijn we allemaal in één lichaam gedrenkt, en hij zegt dan, zijn soms alle evangelisten, soms alle leraars, spreken soms alle in tongen en zo. Nee, hij zegt, streef naar de hoogste gaven. En dan zegt hij, ik ga je naar een weg wijzen die nog hoger gaat. Ja? En dan praat hij over de liefde. Toch? Maar om dat te kunnen doen, je moet niet vergeten, het is een christendom, het christelijke christendom is geen religie. Het is een wandel. Het is wat ze in het Engels zeggen, a way of life. Oké? Want er zijn een heleboel mensen in deze wereld die zeggen van, ik ben christen. Oké? Ze zijn christen geboren. Je bent niet als christen geboren. Niemand is als christen geboren. Ja? Volgens de Bijbel, als je Jezus, wie gelooft en zich laat dopen, staat in de Bijbel. Die zal behouden worden. En een kind van 3 dagen of van een dag kan niet geloven. Dus wat ons Gods woord ons leert. En 2 Johannes vers 4 tot en met 6. Zegt hij. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb. Die in de waarheid wandelen. Gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u vrouwen. Niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven. Maar hetgeen wij van de beginnen gehad hebben. Dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginnen gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Dus hij heeft gezegd, wij moeten elkander lief hebben. En dat is vanaf het begin. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Jezus heeft gezegd, Johannes hoofdstuk 14 zegt, als je van mij houdt, ben je waarlijk mijn discipel. Dat is 7 dagen. Maar in Johannes zegt hij, als je van mij houdt, als je mijn geboden bewaart, ben je waarlijk mijn discipelen. En dan zal je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En als je niet in de geest wandelt, kan je ook geen geestelijke dingen krijgen. Daarom heb je een heleboel kerken waar de geest zich niet kan manifesteren. Het is niet omdat hij het niet wil, het is omdat het tegengehouden wordt. Kijk ook naar Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. We gaan een stukje lezen hieruit. 1 tot en met 17. Oké, nou komt eens van de belangrijkste teksten in de Bijbel. De 2 sterkste wapens die Satan tegen ons gebruikt, zijn welke? Angst en vrees, ja, dat zijn gelukkig verbonden. Wat is die tweede? Ik zeg altijd, twijfel liever aan je twijfels, voordat je twijfelt aan je geloof. Wat is die tweede? Pardon? Nee, schuldgevoelend. Daarom staat er hier, zo dan is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er zijn geen schuldgevoelens meer.
geen veroordeling. We zijn niet langer schuldig. En letterlijk wat hier staat, zo zijn zij die in Christus Jezus zijn, niet langer schuldig. We waren schuldig. Wij hadden de straf. Maar toen is hij die straf voor ons gaan dragen, we zijn niet schuldig meer. Toch? Dat is wat dit is. Een van de mooiste teksten van de Bijbel. Want Satan gebruikt schuldgevoelens. Ja, maar kijk wat je hebt gedaan. Kijk wat je hebt gezegd. Kijk hoe je bent geweest. Kijk en zo. Ja? Ik zeg altijd dat Satan je herinnert aan je verleden. Herinner hem aan zijn toekomst. Oké? Ik zeg altijd, vallen is geen zonde. Blijven liggen wel. Zodan is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Van de wet der zonde en des doods. Dus je kan geen schuldgevoelens. Ja, maar kijk wat je hebt gezegd. Kijk wat je hebt gedaan. Je gaat fouten maken. Je gaat fouten maken. Zolang je in het vlees bent, ga je fouten maken. Ja? Maar wat zegt de Bijbel? In Johannes hoofdstuk, in 1 Johannes zegt hij ook, maar als we vergiffenis vragen, dan geeft hij het ons. Ja? We gaan fouten maken. Ja? Dat is het gegeven. Zoals mijn, een van mijn lievelingsteksten, we hebben verleden week gelezen, Micha 7 vers 7. Wanneer ik val, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zit, zal de Heer mij tot licht zijn. Ik ga vallen. Ik ga dingen doen die fout zijn. Ik probeer ze te vermijden. En naarmate je sterker wordt in de Heer en groeit, komen die tussenpozen veel, worden ze steeds groter. Op een gegeven moment, ja, doe je het niet. Maar als je een keertje moe bent en je bent echt moe en je wil niet iemand zit je te vervelen, ga je ook een beetje boos worden. Maar de Bijbel zegt zelf ook, wees toornig, maar zondig niet. Je is ook boos geworden. Je mag boos worden, terecht, ja, maar je moet niet zondigen. Ja. Want, dus nog een keer, want de wet van de geest des levens, zie, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ja. Want, zoals het staat, want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk en wel op de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelde, doch naar de geest. Ik kom niet aan het woorden, het is ongelooflijk. Deze tekst is ongelooflijk. Weet je wat deze tekst zegt? Hij zegt, wij zijn vlees, we hebben gezondigd in het vlees. Dus heeft God gezegd, ik kom in het vlees en ik ga die zonde op mij nemen. Dit is ongelooflijk. We hebben geen flauw idee van hoe ongelooflijk dit allemaal is. Dat de levende schepper is op aarde gekomen. Hij heeft het vlees op zich genomen. Omdat wij in het vlees hebben gezonden, is hij vlees geworden. En heeft alle zonde op zich genomen en aan het kruis gedragen. Ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ik kan het niet geloven, maar Jezus is voor Hitler gestorven. Ik zou het niet hebben gedaan, neem me niet kwalijk. Ja, maar als liefde bedekt alles. Jezus is voor ieder persoon die ooit heeft geleefd gestorven. Ongelooflijk. Hij is vlees geworden. Ik ga eerst zeggen, oké, we denken, hoe zouden jullie het vinden om een vlieg te worden? Om alle vliegen te redden? Of nee, erger nog, maat. Hoe zou je dat vinden? Nee, precies. En dat in principe is wat gebeurd is. Want het is almachtig God is in het vlees gekomen op een zondige aarde. Hij is geslagen, hij is getrapt, hij is baard is eruit gekomen. Ze hebben hem bespuwd, ze hebben hem geslagen. Ja? Terwijl hij dit allemaal gemaakt heeft. Oké? Jullie weten waarom Jezus nooit zijn mond heeft opengedaan tegen Pilatus. Hè? Hij zei niets. En Pilatus stond verbaasd. Want iemand die vals, want Pilatus wist dat ze vals beschuldigd werden. Dat ze hem vals beschuldigd staan. Hij wist het. Maar Jezus, als hij zijn mond had opengedaan, hadden wij een groot probleem vandaag. Daarom heeft hij zijn mond niet opengemaakt. Anders had hij hem vrijgesproken. Hij moest hem vrijspreken. Ja? Ze hebben een Engels spreekwoord dat zegt, silence is golden. En dat is, ja, spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Dat Jezus heeft gezwegen, het was goud. Ja, dat is een mooi lied van de Tremolo's, ja. Ja. Oké. Want, vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. Dus zij die in de wereld leven, hebben de houding van de wereld. Maar zij die in de geest zijn, dus het koninkrijk van God, die hebben de houding van het koninkrijk van God. Maar dat merk je ook. Als jij met, maar hij zegt hier, maar kijk, daarom zie je ook, als je weet dat je hebt van die blokjes, hè? Die doos met die blokjes. En dan willen de kinderen, dan leer je die kinderen om een vierkant blokje in een ronding. En dan blijven ze het proberen. Oké. Wel, wij zijn een vierkant blokje die in een rond gezet moet worden. Daarom passen wij niet in deze wereld. Daarom kloppen een heleboel dingen niet. Ja? Dat zegt de Bijbel. Dat gezind, en dat gaat hij door. Hij zegt, ik lees nog een keer vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandenschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, dat kan het ook niet. Zie je? Het kan het ook niet. Wat hij zegt hier, want de gezindheid van het vlees is de dood. Dat is, als je de houding van de wereld hebt, leidt het naar de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven. En zie je weer die tekst? Vrede. Zag zo mooi voordat Jezus stierf, zei hij altijd, vrees niet. Nadat hij opgestaan was uit de doden, vrede zei u. Oh, ontzettend mooi, hè? Want hij heeft die vrede. Want
Want we hebben vrede met God gekregen door zijn dood en opstanding. En daarom zegt hij hier ook, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijn niet in het vlees. Dus daarom zegt hij hier nog een keer, hij zegt vers 7, daarom dat de gezindheid van het vlees vijandenschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan het ook niet. Want dat vierkante blokje kan niet in dat ronde gat. Kan niet. Dat is wat het hier betekent. Oké? En dan zegt hij vers 9, gij daarentegen zijn niet in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest Gods in u woont. Hij zegt, je bent niet in het vlees, je bent in de geest. We zijn koninkrijk. Dus hij, is het moment dat je wedergeboren wordt, je hart aan de Heer Jezus geeft, word je wedergeboren. En waar, moet je niet vergeten, je wordt niet wedergeboren. Je wordt wedergeboren ergens in het koninkrijk van God. Daarom pas je niet in deze wereld. We zijn een vierkant blokje in een ronde wereld. Oké? Gij daarentegen, vers 9 nog een keer, zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans indien de geest Gods in u woont. Dus hij zegt tegen het zeggen, hier, jullie zijn niet in het vlees. Jullie zijn niet in de wereld, maar jullie zijn in de geest. Maar hij zegt, woont de geest wel in jou? Ja? Want je moet niet vergeten, die twee kunnen niet bij elkaar wonen. Die kan niet. De Heilige Geest en de wereld, je kan niet beide hebben. Zoals iemand eens even zegt, een schip op het water is fijn, maar water in een schip doet hem zinken. Een christen in de wereld is geen probleem, maar de wereld in een christen doet hem verloren gaan. En daar ligt het probleem. En hij zegt hier, einde van vers 9, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Dan behoort Jezus niet toe. Indien Christus in u is, vers 10, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dus je lichaam is dood tegen de zonde. Ja? Je merkt ook dat iemand eens heeft gezegd, het christen zijn stopt je niet van zondigen, maar het haalt het plezier eruit. Vers 11, en indien de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in uw woon, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Ik heb het verleden keer ook gezegd, dit is een tekst, dit is een mooi lied. In you, het is een mooi lied. Zelf, gewoon de Bijbeltekst. Ik hou ervan om Bijbelteksten te zingen, want je onthoudt ze. Vers 12, derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees zijt, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Zie je? We zijn schuldenaars. We zijn schuldig. We zijn schuldenaars. Weet je wat wij schuldig zijn? Liefde. De Bijbel zegt, wees niemand iets schuldig. Wat dan ook niet, dan liefde. Vers 15. Want gij hebt niet ontvangen. Hij zegt, je moet niet vergeten, er staat want. Hè? Hij zegt, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Omdat gij niet ontvangen hebt een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Het staat opnieuw. Weet je waarom het staat opnieuw? Want Jezus heeft toch gezegd toen hij voordat hij stierf, hij vrees niet. Nadat hij stierf was er geen vrees meer. Want er is geen dood meer. Voor ons niet. Toch? Dat hebben we ook gezien. Hè? Want onze lichamen zijn wel dood, maar onze geest niet. Dus ons vlees is dood voor de zonde. Onze ziel leeft voor God. En hij zegt, ik heb niet ontvangen een geest van slavernij. Want vrees is echt een slavernij. Want het stopt je van dingen doen die je weet dat je zou moeten doen, maar het houdt je tegen. Maar gij hebt ontvangen, maar hij zegt, ik heb je geen geest gegeven van slavernij. Wat ik je wel heb gegeven is een geest van zoonschap. En die roept, Abba Vader. En die geest getuigt met onze geest, dus de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Daarom weet ik het. Ja? En wat we net hebben gelezen? Ja, want indien de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, vers 11, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Daardoor worden wij levend. Net zoals Jezus levend is geworden door de Heilige Geest na zijn dood op de derde dag opgestaan is door de Heilige Geest. Zo, op het moment dat wij Jezus aannemen, staan wij ook op uit de doden. Want iedereen die niet in Jezus gelooft, is zijn levende lijken. Ze zijn op weg naar eeuwige verdoemenis en ze komen niet bij de Heer terecht. Maar de Geest getuigt met onze geest. Daarom weten wij het. Vers 11, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Ja. Want ik ga eerlijk zeggen, er zijn een heleboel christenen op deze aarde die allemaal alleen maar het goede zeggen van prosperity. Hè. Je moet het beste krijgen. Want God heeft ons hier gezet om te... En het klopt niet, want de Bijbel zegt, als wij lijden, we gaan met hem lijden. Ik ga eerlijk zeggen, een heleboel van die christenen die het nou absoluut geweldig hebben, gaan daar niet hebben. Ze komen er wel, maar ze gaan het niet hebben. Want hun houding was alleen maar om, ik ben een kind Christus, dus ik moet het goede hebben. Ja? Dat wil niet zeggen dat je het niet altijd goed mag hebben. Maar ik heb over het lijden proberen te zeggen, is dat
ik zal je vertellen dat er jonge mensen in de kerk in Amerika. En die vader heeft ze op een gegeven moment op een gewone school gezet. En ze hebben later gezegd, we zijn ontzettend blij dat onze vader dat gedaan heeft. Want wij hebben geleerd in een wereldse school om echt christenen te zijn. Want sommige, wat er vaak gebeurt, ja, van die christenen, die jonge kinderen, ze groeien op en gaan ze naar christelijke school. Want in Amerika hebben Pinksterscholen, hè. De kerk van Amerika, onze kerk in Amerika, die heeft een hele school van groep 1 tot en met, nee, high school tot universiteit. Die school, ja, tot en met VWO. Alles daar. En dan ben je echt in een christelijke omgeving, bidden en dit en zo. Maar even zeg, ik ben blij dat ik niet een school ben geweest. Want die school, wanneer die kinderen vaak uitkomen, dan zeggen ze, het is goed om zo'n school te gaan, maar dan moeten ze ook iets hebben om in de wereld te, want anders kunnen ze in de wereld niet functioneren. Ja. Maar weet je wat ik ook zo mooi vind? Wij zijn nu kinderen. Hij zegt, als we nou kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Dus jullie zijn niet alleen maar kinderen, maar je bent ook erfgenamen. Dus alles wat Jezus door zijn dood heeft geërfd, Jezus heeft door zijn dood alles geërfd. En als jij ook in Jezus sterft, word je ook een erfgenaam. En dan krijg je ook alles wat hij krijgt. Want een van de mooiste teksten, ik heb heel veel mooie teksten. What can I say? Het is ongelooflijk mooi hoe dit allemaal in elkaar, hoe Gods woord allemaal in elkaar zit. In Openbaring hoofdstuk 3. Als je kijkt naar die tekst in Openbaring vooral waar hij tegen de kerken praat. En hij zegt altijd, ook tegen ons ook, heeft hij gezegd van, ja, ik heb de dood overwonnen enzovoort. En hij zegt van, ja, in deze wereld zal je veel lijden, zegt hij. Ja, want we zijn een vierkant blokje in een ronde wereld. En we passen niet. Dus we gaan lijden, we gaan problemen hebben. Maar hij zegt, blijf volhouden, wat er ook niet gebeurt. Blijf volhouden. En je moet overwinnen. Dit is een ontzettend mooie tekst. 21, hoofdstuk 3, vers 21. En die tekst zegt, wie overwint, dus je moet doorgaan, tegen het vlees ingaan. Ja? Wie overwint, kijk wat er staat, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Weet je wat deze tekst betekent? Dat we mede erfgenamen. Weet je wat deze tekst betekent? Lees het goed. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Als jij overwint, je gaat tegen het vlees in en je staat op mijn woord en je leeft naar mijn woord hier op deze aarde, dan mag je op mijn troon zitten. En kijk wat hij zegt, gelijk, ik heb overwonnen en ik ben op mijn vaders troon gezeten. Als jullie overwinnen, mogen jullie op wiens troon gaan zitten. God de Vader, God de Zoon, God de Heer. Kijk wat er staat, is het duidelijk toch? Wie overwint, hem zal ik geven. Dan krijg je het recht als erfgenaam om te zitten op mijn troon, gelijk ik heb overwonnen gezeten ben met mijn vader. Gaat wel druk worden op die troon. Ja, maar zo is het. Jullie weten van de oudsten, toch? Want die oudsten waren zo heel speciaal die oudsten, toch? Voor de troon van God. En die hadden hele speciale privileges enzovoort, toch? Weet jullie die oudsten zijn? Wij zijn het. We gaan het een andere keer over hebben. Wij zijn die oudsten. Het is ontzettend mooi hoe dat in elkaar zit. Oké. Romeinen 8, vers 26 tot en met 30. Ja. Bidden en ontvangen. Bidden is een interessant ding. Bidden, kijk, mensen hebben een gewoonte van. Bidden is, Jezus heeft zelf ook gezegd, als je gaat bidden, zeg wat je wil. Je hoeft niet lange dingen te doen. Hij zegt, de heidenen doen dan, want ze denken dat als ze blijven praten en praten en praten, gaat die man zeggen op een gegeven moment, oh, ik ben zo, die God zeggen van, die ene God van hun, of wat. Zeg maar, ik ben zo moe van hem, geef maar wat hij wil. Ja? En woorden, maar ze doen het ook heel vaak omdat ze heel geestelijk over willen komen. Hij zegt, als je wil bidden, in het Engels zeggen, less is more. Ja, ze hebben in Engelse zelf een spreekwoord, zegt, the less a man has to say, the longer it takes him to say it. Met andere woorden, hoe minder iemand te zeggen heeft, hoe langer het hem duurt om dat te zeggen. En dat is waar, dat merk je meestal met politicus, maar goed, ik ga daar niet op in. Ja, het komt eigenlijk hierop neer, vraag wat je wil. Toen je klein was, liep je ook niet naar je vader toe en zeggen, pa, mag ik een fiets hebben, pa, mag ik een fiets hebben, pa, mag ik een fiets hebben, pa, de fiets met twee wielen, met spaken, pa, mag ik een fiets hebben. Zo praten we tot God, toch? En dan blijf je doorgaan en doorgaan. Nee. Want de Bijbel zegt, uw hemelse vader weet wat u nodig heeft. Voordat je bent. Ja? Vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat we moeten bidden, zullen naar behoren. We weten vaak niet hoe we moeten bidden. Ja? Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus wanneer je begint te spreken, tongen, dan komt de Heilige Geest en dan haalt hij het diepste van jouw binnenste op. En hij maakt het aan God bekend. En hij die de harten doorzoekt, dat is de Heilige Geest, weet de bedoelingen des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor de Heilige pleit. Okay? Vaak denken christenen, heren, ja, wat is een
bent, heren. Ja, die lotto die ik net heb gewonnen, wilt u dat alsjeblieft het juiste nummer geven? Het is niet bidden naar Gods wil, uiteraard. Kijk, de verlorenen, de kinderen. En er staat nu vers 28, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen heeft. Niet waar? En er is een tekst die we een beetje uit context halen, maar er staat, die alle dingen doet medewerken, ook slechte dingen. Oké? Maar er staat, vaak wordt deze tekst zo gelezen. God doet alle dingen medewerken ten goede. Dat is wat je hoort vaak. Maar dat is niet wat er staat. Voor hen die God liefhebben. Niet alleen liefhebben, maar ook volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dus die gehoorzaam zijn. Die doen wat hij wil. Dan doet hij het. Want zegt hij, vers 29, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoon. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Zal ik jullie dat vertellen? Iedereen die hier zit vanmorgen, is geroepen. Jullie zijn hier omdat jullie, hij heeft je geroepen. En je bent gehoorzaam geweest, ga naar de kerk. Je mag zeggen wat je wil, maar ik ga je eerlijk zeggen, wanneer jullie voor de Heer staan, ga je zien dat hij hier zat, in die stoel of in die stoel. Maar hij is hier op het ogenblik. Dat geloof ik. Jij zegt, ik ben er. En trouwens, als Jezus die hier is, laten we weer een picknick gaan houden. We hebben nog vlees over, toch? Of niet? Dan kunnen we een picknick gaan houden, want dan verdoe je je tijd. Waar of niet? Toch? Maar Jezus is hier. Daarom moeten we ook eerbiedig zijn wanneer we hier zo zijn. Ik weet dat we in een schoolkamer komen, maar ik zal je vertellen, een heleboel christenen van onze broeders en zusters in Afrika en die landen komen samen onder een boom. Maakt niet uit waar je samenkomt. Of in een grot, in misschien in Arabische landen, of in een schuilplaats, of in een kelder, of maakt niet uit. Maakt niet uit waar je samenkomt. Het gaat om het hart. Vers 31. Oké? Okay? Maar wacht even, ik wil nog één ding zeggen over bidden. Bidden ontvangen. De Bijbel zegt ook in Jacobus, gij hebt niet omdat gij niet bidt. En wanneer je bidt, bid je verkeerd. Okay, dat zegt deze tekst ook. We moeten naar Gods wil bidden. Ja? En ik heb heel een tijdje geleden heb ik gesproken over gebed. En misschien moet ik het nog een keer doen. Zal ik het doen. Maar ik zal je zeggen van, God hoort je gebeden. Maar de Bijbel leert ons ook dat het een heleboel van die gebeden aan de andere kant van de eeuwigheid beantwoord worden. Dat staat ook in Openbaring. Dus gij hoort het. Maar ik zeg, God heeft drie antwoorden, toch? Ja, nee en wacht een beetje. En zoals ik vaker heb gezegd, in mijn geval van, ben je helemaal. Nee, ga ik niet doen. Je moet niet, kijk, en als ik ook vaker heb gezegd, is dat wij bidden en we vragen iets en je hoort en je zegt van, God heeft niet geantwoord. Ja, hij heeft geantwoord, hij heeft nee gezegd. Maar jij vindt dat niet leuk, dus je zegt, God heeft niet geantwoord. Maar soms zegt God nee. Hij zegt nee. En je moet het gewoon leren aanvaarden. Niet waar? En we worden boos op God, toch? En ik ga je één ding vertellen, ik val in herhaling misschien, maar ik herinner me een jaar geleden vroeg iemand of ze iets van me mochten lenen. En ik leen die dingen niet uit. Ik had vroeger platen. Je weet platen. Ik leende mijn platen niet uit, want ik weet niet hoe zijn naald eruit ziet. Want die naald, ja, wie weet die naald maakt het. Nee, zo voel je. Ja, ik leen mijn platen niet uit. Je mag hier komen luisteren, maar ik leen mijn platen niet uit. Ja? En als het, ja goed. Okay. In ieder geval, ik heb nog een leuke collectie. Maar, en die persoon werd boos. Hij werd boos. Ik zeg, ik leen niet uit. En toen zei ik, wacht even. Die platen zijn van mij, toch? Ja. En als ze van mij zijn, heb ik het recht om te zeggen dat ik het niet uitleen. Ja. Ik zeg, en als jij boos wordt, wanneer ik jou iets vraag, vroeg je het niet. Je eiste het. Daarom ben je boos geworden, want je eiste dat ik het leen, aan je leende. Zie, dat is het probleem hier ook. Wanneer God zegt nee, dan worden we boos. Want we eisten het. We vroegen het niet. We eisten het. God, ik wil dit. En dan zeg je, God zegt, God is niet eerlijk. Maar weet je wat? Hij weet wat het beste voor je is. Weet je waarom? Het is niet dat de haren op je hoofd zijn geteld. Ze zijn genummerd. Staat letterlijk in de Bijbel. Je haar op je hoofd zeggen, nummer. We praten over een persoonlijke God. We praten over iemand die alles van je weet en je toch mag. Dat is een echte vriend. Ja, echte vriend is iemand die alles van je weet en je toch mag. Dus ik zou zeggen, wanneer we gaan bidden, de Bijbel zegt, zoek eerst zijn koninkrijk. En al het andere zal je gegeven worden. En weet je hoe je zijn koninkrijk zoekt? Zoals de zus heeft vanmorgen gezegd, zoals we bijna elke zondag hier zeggen, onze kinderen. Bid voor onze kinderen. Ze zijn in een wereld die ongelooflijk is. Ongelooflijk. Als ik kijk naar mijn... Ik ga eerlijk zeggen, ik zou het leuk vinden om weer 14 jaar oud te zijn, maar in mijn tijd. Niet in deze tijd. Want ik zou eerlijk zeggen, in mijn tijd was het tamelijk beschermd. Qua een heleboel van die dingen die ze nou hebben enzovoort. Pornografie kon je nergens vinden. Drugs enzovoort. Ja, die kwamen. Marihuana enzovoort. Maar goed, het was niet in mijn omgeving zo. Het was een tamelijk beschermde omgeving. Nou, mijn zoon vertelde me dat hij op school zat. In de eerste MAVO, en
zijn vriendje van 13 vertelde hem dat hij bijna elke avond naast zijn vader zat pornografie te kijken. Met zijn vader. 13 jaar oud. Ja, precies. Dat was mijn ding zo. Het is ongelooflijk. Maar zo is het nou eenmaal. Het is niets meer. Ja? Bid voor onze kinderen. Zoek eerst zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk zoeken is te doen wat hij zegt dat wij moeten doen. En René Lenox, ik jullie vaker zeggen, ik ben derde. God eerst, andere tweede, ik ben derde. Eerst bid voor de kinderen. Bid voor onze kinderen. Bid voor elkaar. We hebben elkaar nodig. Daarom zegt hij, kom samen. Kom samen, zodat we voor elkaar kunnen bidden. We komen samen hier om Jezus te ontmoeten. Wat mooie liederen. Ja? We moeten meer van die Glory Clock liederen zingen. Toch? Zijn mooi, hè? Wat zeg je? En Glory Clock en Johannes de Heer. Ja, eerlijk gezegd, ik kom uit een... ik ben hervormd gedoopt toen ik klein was. Ik kom uit de hervormde kerk. Toen ik 10 jaar oud was, ben ik Pinkstergemeente. Ben ik bekeerd, 10 jaar oud. Dus ik heb dat allemaal meegemaakt. Maar die Glory Clock liederen, ongelooflijk zijn die liederen. Ongelooflijk. Zuster Alta heeft ontzettend mooie liederen geschreven. Zuster Alta kwam vroeger bij haar thuis in Indonesië. Ja. Maar goed, Romeinen 8, onze laatste tekst. En dan gaan wij, dat is onze laatste tekst van deze keer. En dan gaan we volgende keer gaan wij door met spreken en tongen. Oké, zekerheid des geloofs. Hoe weet dat wij zeker zijn? Kijk naar vers 31 van hoofdstuk 8. Het zegt, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Welke dingen? Wat we net hebben gelezen. De Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp. Hij doorzoekt de harten. Okay, hij weet wat de bedoeling van de geest is. En hij pleit voor ons. Okay? En hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die hij geroepen heeft. Die hij heeft. En kijk wat hij staat. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Ik hoop dat jullie één ding begrijpen. Heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoon. Dat was altijd het plan. Begrijpen jullie? Toen hij Adam en Eva schiep, was het naar zijn beeld en gelijkenis, naar zijn houding, zijn denkwijze. Dat was het. En dat was ook zijn plan voor ieder van ons. Ja? Wij komen van hem. We zijn niet zomaar, hij heeft in ons geblazen. En zo werden we een levende geest. Het kwam regelrecht uit hem. Die geest die in ons is, kwam regelrecht van hem. Daarom wil hij het ook weer terug hebben. Daarom, de Bijbel zegt dat hij jaloers is. Hij wordt zelf door de eerste, ik ben een God en ik ben jaloers, zegt hij. Ik ben verschrikkelijk jaloers. Waarom? Want ik heb jullie gemaakt, ik ben voor jullie gestorven en ik wil jullie hebben, jullie zijn van mij. Ik wil niet dat jullie achter een andere goden gaan, die trouwens niet bestaan, maar we maken allemaal goden. Maar hij zegt, ik wil jullie voor mezelf hebben. Hij is verschrikkelijk jaloers, deze God. En die soort liefde, jullie zijn van mij. Ja? En hij zegt ook, heeft hij bestemd voor gelijkvormigheid zijn zoon, wat hij, met andere woorden, ik wil terug naar het originele plan. En dan zegt hij, maar wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Dus die dingen die we net hebben genoemd. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor je is, zal iedereen tegen je zijn. Maar het maakt niet uit, want één persoon met God is een meerderheid. Ja? Hoe zal hij, die, kijk wat er staat, hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons alle dingen heeft overgegeven, ons met hem ook niet in alle dingen schenken. Dus hij zegt zo, als hij heeft zijn zoon eigen niet gespaard. Hij heeft gezegd van, jullie zijn zondig, maar ik sterf voor jullie. Ik geef jullie alles. Laat me je één ding zeggen, als Jezus alleen aan het kruis was gestorven en daarna niets anders had gedaan, had hij ons toch alles gegeven. Maar hij zegt, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Wat wil je nog meer hebben? Ja? En dat zegt hij ook. Hoe zal hij, vers 32, die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Het eeuwige leven. Op zijn troon zitten. Vers 33. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? Zie je? Wie zal de uitverkorene Gods verschuldigen? Satan komt naar je toe en hij maakt, ja, kijk wat je hebt gedaan, kijk wat je hebt gezegd en zo. Ja, ik weet het, ik ben een zondaar. God heeft me vergeven, ga weg. Ja? God is het die rechtvaardigt. Wie zal oordelen? Zie je? Het is God die ons rechtvaardigt. Dus Satan heeft geen recht om mee te zeggen van, kijk maar waar, kijk dit en zo voort. Ja? Satan trouwens is het Hebreeuwse woord voor aanklager, hè? Dat wisten jullie al. Ja? Aanklager. Dat is letterlijk wat het betekent in Hebreeuws. Oké? Okay? Want in Job staat het, en de aanklager verscheen voor God. En die naam is hem bijgebleven. En hij zegt, wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardig. Wie zal oordelen? Hij zegt, God rechtvaardig. Wie kan je nou oordelen? Als God je gerechtvaardigd heeft, wie zal oordelen? Toch? Zoals we Micha hebben gezien, toch? Totdat hij mij uitleidt en hij zal mijn recht spreken. En hij zal mij vrijpleiten, toch? Mijn advocaat is mijn rechter. En nu komt die tekst. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kan verdrukking ons scheiden, kan benauwdheid te doen, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slagschaap. Maar in dit alles zijn wij wat? We zijn geen overwinnaars, hebben jullie gemerkt? We zijn geen overwinnaars. Wat zijn wij? We zijn meer dan overwinnaars. Waarom? Juist.
door hem die ons lief heeft gehad. We zijn, zie je, voor God is het ultieme niet genoeg. Heb je niet gemerkt, God spreekt altijd in extreme terminologie. Waarom? Omdat hij het kan. Dus hij zegt niet dat, want de overwinnaar heeft alles, weet je wat er staat? Er staat, kijk, dit is grappig, want kijk goed naar. Een winnaar heeft alles in principe gewonnen. Maar hier staat geen winnaar, wat staat er? Nee, er staat een overwinnaar. Dus je bent niet alleen maar een winnaar, je bent een overwinnaar, maar dan staat er hier dat we meer dan overwinnaars zijn. Juist, dus dubbel, drie dubbel op. Ja, waarom? Omdat hij ons lief heeft gehad. Voor God is de hemel niet genoeg. Voor God was het niet genoeg, daarom heeft hij ons het ultieme gegeven. En dat is Jezus. En als Jezus het geeft, wat wil hij ons nog meer geven? Hij wil ons nog meer geven, maar we moeten vertrouwen. En daarom zegt hij, in deze wereld ga je lijden. Maar ik heb de wereld overwonnen. Ja? Dus je moet blijven staan. Wat er ook niet gebeurt, je moet blijven staan. En hij zegt, hij zegt nog een keer vers 37. Maar in dit alles hebben we meer dan overwinners door hem die ons heeft lief gehad. Want, zegt hij, vers 38. Ik ben ervan verzekerd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog eener ander schepsels ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke in Jezus Christus is, onze Heer. Niets kan ons scheiden. Niets kan ons scheiden. Hij heeft die barrière weggehaald. Niets kan ons scheiden. Zoals ik vaker heb gehoord, en mijn zuster daar heeft gezegd, ik heb geen opleiding, ik heb dit niet en zo voor. Ik heb jullie verteld, misschien jaren geleden had ik een keer met een, was ik ergens, gaf ik les, en toen moesten ze een examen in opgeven als de Bijbelschool. En die zuster schreef eronder, ja, ik heb helemaal geen opleiding. Ik ben een simpele huisvrouw en zo voor. En toen heb ik eronder geschreven, Mozes, schaapherder, David, schaapherder, Paulus, tentenmaker, Jezus, timmerman, discipelen, vissers. Dat heb ik eronder geschreven. Het waren ook geen intellectuelen. Paulus was wel een intellectueel. Ja, maar het waren geen intellectueel. Van dat standpunt, maar niet goed opgeleide mensen en zo. Maar dat maakt niet uit, want ik heb het vaker gezegd. Jezus roept geen bekwame mensen, hij bekwam de mensen die hij roept. Want allemaal van jullie hier hebben een uniek talent. En wij gaan daarover hebben in de komende maanden. En we gaan die talenten naar boven brengen. En het komt uit door de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Ieder van ons is uniek hier. Ieder persoon is uniek. Ieder persoon in deze wereld is uniek. En Satan wil ons laten denken dat we allemaal kanonnenvorder zijn. En dat is niet waar, het is een leugen. Hij is een leugenaar. Vieze, smerige leugenaar. Maar wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft, zijn meer dan overwinnaars. Niet waar? Ik zeg vaker, christen zijn is niet moeilijk. Christen zijn is onmogelijk. Kan alleen door de Heilige Geest. Heer Jezus, wij danken u voor deze